Ja, we hebben hem tijdens de twee vorige interviews al zien werken aan zijn kunstwerk van Bloemkunst. Jules Cox is hier aanwezig. Welkom. Hoi. Welkom. Jules, vertel eens even, is dit een hobby? Is dit je werk? Wat is het precies? Alles. Alles? All the above. Nee, het is al heel van kinds af aan eigenlijk al opgegroeid met bloemen en met planten, met die interesse in ieder geval. En dat hoe is het ontstaan dan? Mijn lieve oma, die heeft mij eigenlijk, die had altijd een tuin met allemaal zaaibloemen en dergelijke. En zodoende vond ik dat, was daar zo door gefascineerd. Vond ik echt heel tof om te zien. Ja. En zij heeft me alles geleerd wat ik weet. Eigenlijk zodoende, en toen heb ik het zelf een beetje En was terecht. Zij ook al heel creatief daarin? Ja, zeker. Zij deed ook heel veel met handenwerk en alles, dus... Ik weet wel zeker dat ik van haar dat het iets daar ergens vandaan heb. Is. Ja, zeker. Maar ja, dan hoor je het niet gauw dat iemand zich daar verder in ontwikkelt. Hoe is het toen verder gegaan? Nou, ik heb eerst een architectuuropleiding gedaan. Dat vond ik heel erg interessant, dat ik heel erg leuk kon tekenen. Dus dan dacht ik van ja, dan zal dat wel iets zijn zitten. Toen is dat niet helemaal volgens plan gegaan. Toen ben ik overgestapt op biogenetica. Dat is een andere hobby waar ik in mezelf heel erg in kan vinden. Ja. Toen dacht ik, nou laten we dat maar liever als hobby houden. Bedoel je dan de veredelen van planten? Dat was wel het doel. Dat was wel het doel uiteindelijk. En het liefst specifiek met roosjes. Roosjes kweken. Oh, lijkt mij. Dus dat doe ik ook in de hobby. Maar laten we dat maar fijn als hobby houden. Ja. en zodoende als bijbaantje bij Florino Bloemcreaties in Roermond. Ja. Is het eigenlijk uitgegroeid dat ik daar iedere week zo met liefde naartoe ging en uitkeek naar die zondag, die paar uurtjes, dat ik dacht van ja, dit is het. Dit is hier. Dit past bij mij. Ja. Dus ja, 2 jaar geleden de opleiding begonnen en ik wil niks meer veranderen eigenlijk. Niks anders meer doen? Nee, echt niet. En je hebt net ook een hele mooie creatie gemaakt. Dank je. Ja, ziet er goed uit. Waar komt die fascinatie voor rozen vandaan dan? Sinds dat ik met de bloemistenopleiding ben begonnen. En ik, in het begin vond ik rozen eigenlijk... Ja, gewoon een rode roos, stark, hè, die ken je in de winkel, dat kennen we allemaal. Ja. Totdat ik eigenlijk er maar na ging denken hoeveel verschillende kleuren en wat daar eigenlijk voor bijna aan duizenden jaren aan veredeling Zit aan te pas is gegaan. Al die rozen, symboliek. Genoemd naar allerlei bekende, juist. Komt overal terug, de poëzie, beeldhouwkunst. Zodoende is dat weer doorgepakt in de genetica eigenlijk en dan ook een beetje met die fascinatie voor dat prachtige uiterlijk van zo'n bloem eigenlijk, hoe dat tot stand is gekomen. En dacht ik van ja, wat kan ik daar zelf nog mee? Om dat naar eigen zeggen eigenlijk een beetje in te vullen. Ja, zodoende. Nou is het soms wel dat ze toewerken naar een bepaald soort roos. Is dat ook een droom voor jou? Dat je zegt, nou dat zou ik heb wel iets in gedachten. Ja, zeer zeker. Bij veredeling is het jammer genoeg zo dat de geur vaak weg is. Dus ik wil graag een geurende roos terugbrengen, eigenlijk wat meer. Ja. En het liefste, want je hebt ze al, een bruine roos. Zo'n crème bruin kleurige roos. Liefst met rode bladeren. Dat klinkt heel vergezocht. Ja, inderdaad. Ja. Maar liefst zo alternatief mogelijk. Ja. Ik ben goed op weg op zich. Maar de bruine roos is al gelukt. Alleen de bladeren moeten nu nog mooi rood kleuren. En dan als het tegen die tijd echt dat je helemaal tevreden bent, dan wil hem wel graag hier heel zien. Heel graag, dan zeker. Dan je weer uit. Hoe lang denk je dat het kost voordat je zover bent? Want je moet elke keer een klein stapje zetten en dan proberen. Ja. En dan uitkijken. Ja, ik ben nu... Dan de beste pakken en weer verder. En dan weer verder, En dat kost jaren. Ja. Dat kost echt jaren. Dat is ook heel veel berekeningen met... je moet helemaal terugtraceren wat precies hier van tevoren... Bijvoorbeeld als ik die zou pakken... Wat daar aan te pas is gegaan in hun voorouders in principe. Want die genen spelen allemaal mee. Ja. Dus allemaal die recessieve genen wat allemaal daar in de mix zitten. Als ik die weer ga kruisen, ik weet totaal eigenlijk niet wat eruit gaat komen. Dus het is een verrassing iedere keer. Het is altijd een verrassing. Ja. En heel veel rekenen. Dus mooi. En nou heb je meegedaan en je bent derde geworden. Wat was het precies voor een wedstrijd? Ja, de Bloem en Blad Award. Ja. Talent Award. De Talent Award, inderdaad. Ja. Ja. Ja, ik wil eigenlijk heel graag als bloemist meedoen als wedstrijden. Hè, als kandidaat lijkt me dat heel tof. Die competitiviteit vind ik gewoon heel mooi om dat even die thrill daarvan te voelen. Toen kwam mijn lerares daarmee aan van, misschien is dit een hele leuke instapper voor jou om daarmee te beginnen. En toen, zo gezegd, zo gedaan, mijn... Ik zeg dat de video moest ik maken. Hè? Ja, een presentatie, een portfolio. Ja, precies, inderdaad. Ja. En die video gemaakt, toen werd ik doorgestuurd naar de volgende ronde. De volgende ronde ging ook gelukkig heel erg goed. Toen zat ik in de finale. En toen, moest je toen live dingen maken? Of? Ja, zeker. Ja, ja. En ze willen natuurlijk wel zien of je het echt kunt. Hè? Dat moet je wel inderdaad bewijzen uiteindelijk. Dus
Nee, dat was even een hele mooie ervaring. En toen destijds moesten wij 3 opdrachten maken in de finale. Ja. Dat was 1 opdracht die we zelf moesten ontwikkelen. Daar heb ik thuis voor een van epoxy een mal gemaakt. Ja, ik zag het. Of in ieder geval een soort druppelvorm. Ja. Heb ik daarvoor gepakt. En daar moest ook een maatschappelijk idee achter zitten. Want er was een thema Cosmic Future. Met kleurtinten, paars, blauw. Een beetje heel futuristisch. Hmm. En ik had kansongelijkheid als gemeenschap, zeg je dat? En hoe heb je dat dan vermoord? Ja, dat is de hele vraag eigenlijk. Ja, maar dat die epoxy, zeg maar, dat vormt een beetje een druppel. Ja. Lijkt net alsof een soort van een watersplash daar sowieso uit elkaar gaat. En daar heb ik dat bloemwerk in gemaakt. Een foto die eigenlijk verstild is, maar dan. Juist, precies dat. Ja. Mm-hmm. Met een beetje de gedachtegang erachter, de druppel die de emmer doet overlopen in een wereld vol kansongelijkheid. Ja. Dat het eigenlijk blijft groeien en dat juist dat stilstaan in tijd. Het portretteert van hoe snel we moeten gaan handelen. Want het is niet meer een kwestie van ja, wat zullen we doen, maar wat moeten we doen? Wat moeten we doen? Ja, ja, absoluut. Precies. Ja, dus dat was een beetje, dat was de vrije opdracht in ieder geval. Ja. En daarna moesten we nog 2 andere opdrachten die we daar ter plekke kregen. Dus dat was vrij spannend. En eentje was er van een antieke vaas, kregen we toegelood eigenlijk. Moest je een nummertje pakken en daar kreeg je een vaas toegewezen. En ik kreeg een vaas waar ik niet zo heel blij mee was, om heel eerlijk zijn te zijn. Nooit met wat we kregen. Nee, ja. Hoe is het dan? De kleuren, de vorm. Ja. Je dacht, hier kan ik niks mee. Het was heel stijf, fel oranje. En ik werk heel graag met pasteltinten. En, maar dat is leuk, dat is een uitdaging. Ja. Ik bedoel, moet je ook als bloemist kunnen. Absoluut. Nou, absoluut. Toen heb ik een heel vrij werkstuk gemaakt eigenlijk, daarin een vaasschikking gemaakt. Die vond ik ook zelf erg leuk, was ik ook heel erg blij mee. En toen kwam de derde opdracht. En dan moesten we een soort stolp met een schaal, moesten we een werkstuk met 2 plantjes met bloemetjes erin moesten we verwerken. En het bloemenblad zelf, dus het tijdschrift, het magazine. Ja. En dat magazine moest je, dat mocht je op alle manieren wat je wil. Dus ik heb dat uitgeknipt, heb ik daarachter met ijzerdraad heb ik dat gelijmd. Van een vaasje wat ik toevallig in dat magazine heb gevonden. Dan heb ik dat voor als een soort optische illusie daarachter bloemetjes gestoken. Alsof je een soort miniatuur wereldje hebt, om het zo maar te zeggen. En daar die plantjes bijgeplant en stekjes ingestoken, wat ook daadwerkelijk nu wortel aan het schieten zijn. Dus je hebt een beetje een all-living stuk. Ja, dus super. Het komt echt tot leven in het blad zelf. Juist. Het was voor jou natuurlijk al een verrassing dat je zo ver was gekomen, maar toen werd je ook nog derde. Ja, dat is beter dan ik je kunnen voorstellen. Want ik wist niet eens dat ik door zou naar de finale, zeg, hoe ze opbelden om de... Maar hoeveel mensen hebben er meegedaan? Dat durf ik je eigenlijk niet te zeggen. Nee. Dat durf ik je niet te zeggen. Nee, dat, ik weet wel dat 2 anderen van mijn school mee hebben gedaan. Eentje heeft de winst gepakt. Oh, echt? Ja, heel mooi. Ja. Welke school zit jij? De Floral Academy in Ede-Wageningen. Oké. Okay. Dus ja, en daar eentje heeft helaas niet gehaald tot de middenronde, zeg maar. Ja. En wij stonden samen in de finale. En dat vond ik wel heel mooi eigenlijk, om daar überhaupt al die hele ervaring was echt al fantastisch. Zijn docenten? Mijn docenten was er zelf bij, want ze was zelf... Ja, ze vonden het zelf zo leuk natuurlijk dat er studenten daar stonden. Ze zei, ik ga er alles aan doen om daar gewoon bij te zijn. Ja. En toen stond ze daar en ze was natuurlijk ontzettend trots. Ja, ze heeft het ook op haar socials gepost en zo. Dat ze zegt van, ja, mijn studentjes die, die staan daar maar even. Hè. Ja. Ja. Jules, waar gaat het naartoe? Wat is je toekomstplannen? Wat wil je graag bereiken? Bereiken wil ik eigenlijk... ik ben nu bezig met mijn eigen bedrijf opzetten als freelance bloemist. Mm-hmm. En daar ben ik inzetbaar voor eigenlijk bloemisten om werk op te vangen, om eventueel bij grotere events, liefste, bij voorkeur mee te helpen. Dan lijkt het mij het mooiste in de perfecte wereld om uiteindelijk lezingen of demonstraties te kunnen geven, om mensen wat educatiever bij te kunnen brengen. Ja. Ik vind het heel mooi om iets over te kunnen brengen, te kunnen delen en zodoende eigenlijk iets beter te kunnen maken van het vak. Want het is een heel... Ja, onbegrijpt. Hoe zeg je dat? Dat is weinig bekendheid. Mensen denken leuk, een boeketje schikken en dat is het. Maar dat dacht ik ook, hoe ik bij het bijbaantje begon. Ja. Totdat je eigenlijk erin in verdiept en weet dat het zo'n ontzettend breed vak is. Meer bij kijken. Eigenlijk nooit ongelooflijk. Ja. Ja, precies. En ik vind dat veel meer aandacht verdient dan dat het eigenlijk krijgt. Ja. Nou, bij deze heb je dat absoluut meegegeven. Super. Dankjewel voor je verhaal. Dankjewel. En voor je mooie creatie waar we even van mogen genieten. Dank je voor jullie tijd. Yes. Ja. Deze uitzending is mede mogelijk gemaakt door Morenmachines. Morenmachines voor land, tuinbouw en parkonderhoud. Ook voor reparaties, machineonderhoud en occasions. U vindt ons aan de Sint-Wiro-Singel 100 in Roermond.